De staat is nog niet voorzien van een juiste structuurplan om nieuwe gunstige stroomtarieven door te berekenen. Dit stelde Edmund Neus, ingenieur elektrotechniek, gisteren bij een bijzondere assemblée van de arbeid op het hoofdkwartier van de vakcentrale C47. Neus stelt dat de tarieven zoals die nu berekend worden consequenties hebben voor elke consument, omdat partijen die grotere onkosten maken dit zullen verhalen op de kleine man. Want uiteraard is het zo dat als je een tarief verhoogt, en zeker wanneer het op iets zo structureel gaat als de elektriciteit, dan betekent het dat alle geledingen van de maatschappij hier iets mee van doen hebben en ook extra kosten eraan over gaan houden. En het gaat vooral om die extra kosten die natuurlijk niet door de regering gecompenseerd gaan worden, want dat zijn kosten die andere partijen in de gemeenschap hebben. En die gaan hun kosten wel degelijk verhalen. Die gaan niet blijven zitten met die kosten. Neus gaf samen met ondernemer Robert Amerali een presentatie over de kostenberekeningen van energietarieven. Amerali zegt dat het om zeer taaie materie gaat als je tarieven vaststelt. Wij zijn met de data die we hadden ontvangen gaan doorrekenen. Het heeft ons 2 volle werkdagen gekost om dat te kunnen doorrekenen. En dat hebben we gisteren ook meegedeeld in een meeting met IMF. Want IMF is heel praktisch, hè. Ze zeggen, listen, if something costs $1, you are a businessman, you should sell it for minimum $1. Now you are charging me 40 cents. I say, yes. But if you tell me it costs $1 and the true price is 60 cents, why should I pay $1? Daar gaat het om. Dus het gaat niet om andere verhaaltjes. Het gaat ook niet om het verhaal dat de commissie vindt, we leven buiten de realiteit. We hebben gezegd, als je vindt dat die bevolking moet betalen, eerst een verhaal van verspilling en dat soort dingetjes, kom, clean en doe dat. Wanneer we echt te zien. Amerali geeft aan dat importeurs prijzen zullen doorberekenen naar de winkeliers op de hoek. Hij stelt dat de handelaren blij zullen zijn om de kosten in rekening te brengen.